Gaan we. Nou, welkom bij Wild Bijzonder Vissen in Reutem. Wij zijn een hengelsportvijver met twee forelvijvers en twee zogenaamde wildvijvers waar je kunt vissen op sturen. Ondertussen zelfs tot sturen op, hoe groot zijn ze, Sarah? Ik denk een metertje of 1,70, 1,80. Meervallen zitten erin, spiegelkarpers, scrubkarpers, gestruipte zeebaars die we zelf gekweekt hebben. We zijn deze week precies 2 jaar zijn we geopend. Ja, 4 vijvers in totaal en daarbij een, achter ons een buitenhuis waar je ook een lekker hapje kunt eten na het vissen, voor het vissen. Ja, ziet er gezellig uit hier, Gerben. Ja, hè, het is echt een mooi plekje in de natuur. Het heeft ons daardoor ook vrij veel tijd gekost om de vergunningen rond te krijgen. We zijn in totaal denk ik bijna 5 jaar bezig geweest om alle vergunningen te krijgen. En dat komt mede door het mooie stukje natuur waarin we ons bevinden. Oh, jij mag ook wel wat zeggen. Ja, jij mag dadelijk ook wat zeggen, Sarah. Oh! We hebben ook soms roofvogelshows, hebben we ook. Die zijn ook te boeken bij ons. Dat vind je leuk, Sarah, hè? Roofvogelshows, hè? Ja, mooi, hè, die grote roofvogels. Dat zijn een beetje nevenactiviteiten. Maar het is een heel mooi plekje. We hebben een mooi restaurant met goed eten. En we merken toch dat. Ja, er zijn ook een hele grote doelgroep die dan niet zozeer op vissen op afkomt, zeg maar. En dan proberen we toch wat nevenactiviteiten te organiseren. Zoals inderdaad wat Sarah zei, roofvogelshow of een Solex storten of crossen of een segway door het bos hier. Maar de hoofdmoot is gewoon vissen, hoor. Dus gelukkig zijn er nog heel veel mensen die dat wel mooi vinden. Ja, en ik zie dat Sarah het ook geweldig vindt. Heb je die helemaal zelf gevangen, Sarah? Ja. Zo, hé. Heb je die echt helemaal zelf gevangen? Ja. Nou zeg, dat is een flinke... Wat is het voor een vis, weet je dat ook? Hoe heet die dan? Regenboogforel. Een regenboogforel, een hele mooie regenboogforel. En welke vis hebben we nog meer hier dan? Goudvissen. Maar die zitten toch binnen in de viskom dan, of niet? Wat hebben we nog meer? Hebben we ook steuren? Ja. En wat nog meer? Meervallen. Waar we de laatste... Karpertjes ook. Karpertjes. Waar we het laatste jaar mee bezig zijn, is we hebben nu ondertussen ook 2 webshops. tftwinkel.nl, waarop we het forelspul wat je nodig bent voor om tremorella te vissen, zeg maar. De TFT-materiaal noemt zich dat verkopen we daarop. En daarnaast hebben we ook wildhengelsport.nl. En daarop verkopen we onder andere ons eigen merk Frel en Steurhengels. Ja. Dus voor iedereen die daar belang bij heeft, moet maar eens op die site kijken. Leg maar mooi de bak met ijs, Sarah. Nee. Anders wordt hij helemaal warm in de zon. Ja, dat is helemaal niet goed als hij zo warm wordt, Sarah. Nou, Gerben, het ziet er mooi uit hier. Ja, dankjewel. De mensen die jouw website willen bekijken, hier is... wildbijzondervissen.nl neem ik aan? Ja, we hebben bijzondervissen.nl en we hebben wild.nl. En wild.nl. Dus wild.nl is eigenlijk de makkelijkste. Ja. Nou, bedankt voor dit interview en ik wens je veel succes ook met de vakantie voor de boeg. En, ja, we zitten nu vol in seizoen, dus dankjewel. Oké, bedankt, Erwin. Kom even zwaaien, Sarah. Sarah, kom even zwaaien. Ja. Doei doei. Doei doei. Vanuit Reutem, doei doei. Ooit mooi.